Dames en heren, hartelijk welkom bij nieuwe vrachtwagenchauffeur Vincent. En ik lig met Gio op de wegenwacht te bellen. Op de... Die intro's gaan nooit. We liggen hier op zijn kant op de wegenwacht te wachten. Komt goed, Gio. We worden geholpen, geloof maar. Oké. Okay. Komt goed. Ja. Woo! Let's go, vrachtwagenchauffeur! Ik ben jouw adviseur, met een goed humeur, Vincent Chauffeur. Yeah! Gio? Ja? Hoe voel je je? Eerst dacht ik dat je gewoon een baan van een of andere achtbaan op gereden was, weet je dat? Sorry. Maar alles hier ligt door elkaar, hè? Nee, dat kan niet. Ja. Oh shit, serieus? Ja. En nu? Ik hoop dat je alles nog wel uitbetaald gaat krijgen van je... Ja, het moet toch wel? Het waren maar 13 plankjes. Oh, Engeland vergeten. Ik weet niet of alles nog heel is, maar... Ik hoop het. Het klonk niet zo goed. Oh, oké, okay, want de bocht is... We zijn wel iets dichter bij onze bestemming. Ja, dat geloof ik wel. Met een incident, dat is wel een voordeel. We zijn zeker over de weg heen geschoven of zo. Nou, ik heb de wegen wel gebeld. En we zijn nu in Cardiff. Het plaatje wat ik vroeg aan jou of je het kon. Nee, dat ken ik niet. Nou, Cardiff is een heel vriendelijk plaatje, want ik had geen ponden bij me. Dus ik hoef niet te betalen. Oh. Ze belden me. Ik heb wel het telefoonnummer gegeven van mijn baas, dus dat zal hij wel waarderen, denk ik. Wie zal dat waarderen, die man of je baas? Allebei. Of we mogen hier maar 30. Wacht, ik zal even zacht rijden dan, want anders... Gio, we komen er wel. Ja. Het is nog maar een uurtje, joh. Heb je honger? Wat denk je zelf? Ik heb alleen maar hier opgesloten gezeten. Ik heb niks gegeten. Ik heb weer een boete voor snelheid. Ik dacht, het ging goed. Ik dacht, het gaat goed deze keer. Oh, vooral de skiën aanlopen. Ik heb zo goed mijn best gedaan. Ik rij hartstikke goed. Maar niemand ziet dat. Nee, ze zien alleen dat je te snel rijdt. Je mag hier maar 30, joh. Dan kom ik toch nooit uit die bebouwde kom. I want to drive fast. Because I have a very little vrachtwagen. En dat is een very goed reden. Oh, mag hier 50. Hij mag hier 50. You mag 50 hier? Hij kan rijden 50 hier, yes. Trouwens, ik denk, voor mij begint het ook wel aardig donker te worden buiten, Gio. Dus niet alleen voor jou is donker achter in mijn vrachtwagen, maar ook hier buiten op de weg. Oh, weet je hoe het voelt? Ja, sorry, maar ik had je gewoon nodig. Oh, had je niet even kunnen zorgen voor een lampje hier of zo? Kan ik nog eens wat zien? Wat moet je zien dan? Je ziet alleen maar planken. Dan stoot ik mijn kop niet telkens. Oh, sorry. Blijf dan zitten. Ja. Soms moet je even... Ik zit hier al een paar uur, hè. Soms moet ik gewoon even strekken. Ja, dat is waar, dat is waar. Stoot ik mijn kop weer ergens tegen. Hou nog even vol. Binnen een uur zijn we op onze bestemming. En dan kunnen we even lekker in een cafeetje iets drinken of eten. Ik weet niet, waar heb je trek in? Zullen we het menu met elkaar doornemen? Want ze hebben daar een heerlijke ovenschotel. Oeh. En ze serveren daar ook links. Oh, ook links? Ja. Oh, ik serveer altijd maar rechts, maar... Ja, met links. Alles met links. Oké. Okay. Waar heb je trek? Ik doe met mijn linkerhand, dan laat ik alles vallen. Ja, sorry. Ja, maar hun doen dat voor je. Oké, okay. Nou, dan is het goed. Als ze maar niet verwachten dat ik zo, als we klaar zijn met eten, dat ik zelf mijn dingen weg moet brengen. Nee. Maar wat heb je trek in, Gio? Maar zou je eventueel wel... Lekker vleesje of zo, hoor. Oeh, ja. Dat moet wel even. Een Engelse schnitzel. Engelse schnitzel? Ja. Een snitch. Dat klinkt wel lekker. Of een... ben je een vismens? Nee. Oh, mooi. Nou, dan slaan we dat gerecht, die gerecht over. Dan hebben we nog maar 3 over. Oh, kijk. Dan hebben ze nog een Engels biefstukje. Oh, dat is ook wel heel erg lekker. En ze hebben nog een zigeunersnitzel. Nou, dat denk ik dat toch voor dat biefstukje ga, hoor. Dat is wel wat... Ja, dat is wel redelijk, hè? Ja. Want ik heb gehoord dat in Engeland zijn ze niet zo duur, hè? De biefstukjes. Niet? Nee.
Nee, als jij betaalt, zijn ze niet duur. Oh, als ik betaal, zijn ze niet duur. Nee. Oké. Okay. Dat vind ik ook een hele dat mooie. Dat heb ik begrepen. Ja, dat... Ja, dan zijn ze voor jou niet duur, zeker? Ja. Kijk, zie je? Maar je hebt je ponden toch bij, hè? Jij gaat toch regelmatig naar Engeland? Oh nee, dat is de eerste keer. Ja. Oh. Ik weet niet of we daar kunnen wisselen of zo. Oh shit. Zal ik... Wacht even. Oh shit, wat is hier aan de hand? Oh! Zo. Er staat ineens een vent hier midden op de weg. Een vent midden op de weg? Ja, hier staat hij gewoon stil. Wat is hij aan het doen, joh? Achterlijke. Achterlijke. Hij staat gewoon stil hier, met zijn knipperlichten. Gladiol. Doet hij goed? Ja, joh. Ik had bijna, hè, jullie zagen het, hè. Bijna op hem, hè. Dat ik zo'n goede rijskills heb. Je maakt van alles mee, hè, hier, hè. Je maakt echt van alles mee op de weg. Ja, jammer dat ik het niet kan zien. Nee, ja, sorry. Maar ik heb een GoPro heb ik bij me. Oh, je hebt aan een de voorkant van de vrouw staat een GoPro. Oh, oh dat is wel nice. Dus je hebt de hele reis heb je ook, gefilmd. Ja, okay. Sowieso. Ik snap alleen niet waar je ermee wilt doen. Op YouTube. Ik heb YouTube kanaal, ja. Oh, echt waar, joh? Ja, ik heb een YouTube kanaal. Dat wist ik helemaal niet. Nee, dat is... meestal geluiden van vrachtwagens deed ik eerst dat in het begin. En toen begon ik met filmpjes. Oké. Ja, filmpjes van vrachtwagenchauffeur. Dat ik aan het rijden was. En dat vonden mensen leuk om te zien. Want daar had ik, ik heb een GoPro heb ik daarvoor gekocht. En ja, mensen vinden het leuk. Dus ik doe voortaan als ik een ritje maak. Niet alle ritjes, maar sommige ritjes. Die film ik dan. Wow. Ja. Nou, dan moet je het toch maar even een keertje laten zien, hoor. Nou, ja, ben ik wel benieuwd. Ja, want en jouw stem, die zit er ook bij. Oh, echt joh? Met de microfoon bij het walkie-talkie heb ik verlinkt, ja. Oh. Technologie tegenwoordig. We gaan niet een bocht maken, Gio. Hou je vast. Oh. Ik ga ervoor zitten. Is goed. Oh, het is een klein bochtje. Ik neem hem rustig. Oké. Okay. Het is zo donker, jongens. Echt hier ook geen lantaarnpalen hier, hè. Oké, we gaan hier naar rechts. Oké. We zijn er bijna. Nog 7 minuten. 7 minuten? Nice. Ik vergeet ook niet dat we links moeten rijden. Ja. Zo vervelend. Ik krijg nog eens een aanrijding zo, jij. Nee. Blijf dan maar hier. Nee. We zijn bijna bij Swansea. Swansea. Swans. We zijn erbij. Swans. Sorry. Oh, ik liep in die ogen. Lekker naar Swans. We gaan lekker naar Swansea. Een zeer grote Swans. Oh. Die mensen pakken zo Google vertalen bij. Oh, wat zeggen jullie wat nou? Wat is Swansea nou weer voor rare achterplaats? Nou? Oh, snelheidsboete. Nice. Alweer? Ja, sorry. En weer aanrijdt. Echt hoor. Oh, sorry. Dan rijbewijs voor jou nog niet ingenomen hebben. Nee, maar dit kruis slaat nergens op. Die mensen rijden, kunnen gewoon niet rijden. Het is gewoon 100% zo. Ja, of... volgens mij ben jij de enige die er problemen mee heeft. Nee. Nee. We zijn er, Gio. Eindelijk. Je mag zo uitstappen, ja? Ja, oké. Ik ga even naar de bestemming en dan kunnen wij nog, omdat we best wel vroeg zijn met de aflevering, kunnen we nog een heel klein vrachtje doen. Moet ik nog langer zitten? Nee. Dat is een andere vrachtwagen. Oh, nee, oké. Okay. Zal ik hem even mooi parkeren? Ik parkeer hem even mooi, hoor. Ga jij hem eens even mooi parkeren? Ja. Hé, anders parkeer ik hem even mooi. Misschien moet je hem wel gewoon even mooi parkeren. Lukt het al nog wat parkeren? Half. Wat zo vervelend om te inparkeren is. Zo lastig, hè? In deze game. Ja? Ik zweer het, ja. Het gaat wel... Ja, het lukt toch? Ja! Oh. Oké, okay, mooi. Ik ga zo weer tegen een boom aanzetten ofzo. Echt, hè? Ik moet iets naar achteren nog. Opdracht voltooid. Voldoende.
Nou, we hebben 727 kilometer afgelegd in 14 uur en 30 minuten. We hebben 334 gebruikte brandstof en ik ben level up naar level 6 enthousiasteling. En we hebben leerlijke XP verdiend, jongens, dat was heel gaaf. En we kunnen kiezen lange afstanden, just-in-time levering, milieuvriendelijk rijden. Even kijken hoor. Even lezen, jongens. Wat zullen we doen? Zullen we weer de lange afstanden doen? Dat is wel grappig, hè? Lange afstanden, daar kunnen we wel wat vets mee doen. Oké. Dan gaan we naar de rijden. Dan gaan we een korte vracht doen. En dan nemen we deze. En dan gaan we naar Tsjechië, van Duitsland naar Tsjechië. Nou, dat kunnen we even doen nog, jongens, snel. In deze vrachtwagen aflevering. En we zitten weer in het donker. Gio, voel je? Goed. Je hebt lekker gegeten? Heerlijk. Wat heb je genoten? Dat biefstuk, wat heb ik genoten, inderdaad. Wat heb ik genoten, zegt hij. Wat heb ik genoten? En wat heb je voor, wat nam jij voor meer keuzemenu? Ik had toch wel lekker zo'n biefstukje. Met lekker van die, hoe noem je dat? Die aardappelballetjes, weet je wel? Oh, wel bij Chinees, joh. Noem je die dingen ook alweer? Gefrituurd of niet? Ja, dat wel. Ik weet het niet. Ballen? Ja, ik zei aardappelballen en ja, ze snapten het, dan kreeg het wel gewoon. Ja. Maar ja, we hebben nou een andere vracht. We gaan even kijken wat voor vracht we hebben deze keer. In deze korte aflevering, roomijs. Gio, waag het. Ik kan niks beloven. We gaan naar Dresden in Dachser, dat is in Tsjechië als het goed is. En we komen eraan op vrijdag om tussen 7 uur 's ochtends en ongeveer bijna 2 uur 's middags. Dus dat is een klein ritje. En we hebben een heerlijke roomijs 14 T. Waar zal die T voor staan, denk je? 14 T. Ton? Ton, 14 ton, sowieso. We hebben geen korte berichten en mijn stuur doet heel vreemd. Hij gaat een beetje naar links. Voor mij heb ik een hele vervelende. We gaan 100 km per uur. Nou, we zijn er al binnen een uur en 8 minuten, dus het gaat lekker snel. Hé, Gio. Maar echt, ik zit wel vol hoor. Dat wel. Ja, ze weten zeker om je waar te geven voor je geld. Want toen jij die extra pond, paar ponden uit je portemonnee zag zitten, toen. Ik kon het echt niet laten hoor. Nou, dat is goed dat we hem hebben gedeeld, of niet? Dat wel. Ja, toch? Nou, er lag gewoon een halve koe op mijn bordje. Lekker toch? Ja, dat wel. Ah, waar voor je geld heet dat, hè? Zeker. Het is inderdaad zo verschrikkelijk donker, hè? Ik zie gewoon helemaal niks. En ik zie ook niet hoe hard ik moet gaan hier. Maar ik zie aan de andere vrachtwagens dat ze ongeveer rond een kilometer of 70 gaan. Dus ik denk dat ik dat maar aanhoud. Voordat ik een boete krijg. Want ik wil gewoon in deze aflevering toch nog laten zien van Vincent kan gewoon zonder boetes het halen. Ja, zullen we nog wel eens zien. Nou ja, ik doe mijn best. Ja, gewoon okay. Een goede vracht. Gewoon, en dan ook met inparkeren. Want ik weet niet hoe groot mijn vracht is. Ik zal eens kijken. Oh, DHL! Au! Oh. Ik vervoer ijs in DHL. Weet je zeker dat je nog steeds ijs aan het vervoeren bent? Want het staat wel in mijn kaart. Op de ja, kaart. Maar heb je het nog wel? Dat denk ik. De wagen zit er nog aan. Bedoel je dat nog? Nee, oké. Okay. Nou, ik weet niet wat de inhoud van die wagen nu is op het moment. Maar ik had toch eigenlijk nog best wel zin in een toetje. Gio. Ja, sorry. Je moet mij echt niet neerzetten in zo'n bak met ijs. Ja, hoeveel bakken liggen er nog? Nou, er liggen er nog wel aardig wat. Ik heb niet zo heel veel gepakt. Oké, okay, nou dan. Ja, kijk, we kunnen zeggen dat er wat gesmolten is. Of misschien dat het. Dat het iets te warme temperatuur was in de DHL-wagen, omdat er eigenlijk normaal brieven ingaan en pakketjes. Dat is misschien wel een goeie, maar ik had gewoon even honger, sorry. Ja, want we hebben geen toetje genomen, hè? Nee. Stom dit. Echt stom, had ik niet verwacht. Ik dacht dat zit bij de service. Dat anders hou ik er nog eentje voor jou achter zo, dan heb je zo ook nog een toetje. Ja, kan je het niet maken, hè? Ah, zo weinig zullen ze niet merken, joh. Oké. Okay. Ik kan even een bakje eruit, want het zijn gewoon van die. Ik zie hier 3 smaken chocolade. Dat is allemaal verschillende chocolade. Puur melk en zo. Hmm.
Gewoon vanille. Ja? En volgens mij zie ik daar nog... Volgens mij staat aardbei. Ik hoop het, want ik hou van aardbei. Dat zou, ik zal even kijken. Ja, hij zit helemaal daar onderin hoor, dus... even kijken. Is goed. Ja, aardbei. Aardbei? Waar, ja. Waarbij? Ja, aardbei. Nou, zie je, ik kan je vertellen dat we Dresden hebben ontdekt, een nieuwe plaats. En dat ik nog eigenlijk... Oh. Ik ga nog niet te vroeg dat juichen. Dat hebben we ontdekt. Ja. Of staat dat nog niet op de kaart dan? Nee, dat is, nee want nee, je kan allemaal plaatsen ontdekken, hè? Oh, oké. Okay. Het was gewoon een korte vlucht. Gewoon een hele korte vlucht. We kunnen er misschien nog wel eentje doen hierna. Zelfs dat nog. Als het lekker lang, als het lekker snel gaat. Ik denk dat de mensen daar wel op zitten te wachten dat we wat meer van de wereld zien. Ik hoop dat het wel daar het licht wordt. Oké, we zijn er bijna. We zijn nu in Tsjechië. Heb je ervaring met Tsjechië of niet? Nee, ook niet. Ook niet. Geen Engeland, geen Tsjechië. Je hebt een werving en selectiebureau ontdekt. Hier kun je chauffeurs inhuren die voor je kunnen werken. Oh, dus ik kan mijn eigen bedrijf nog opzetten, joh. Oh. Dat is even handig. Veeg even bij je mond weg, voor de zekerheid. Oh ja, is goed. Ja, nee, dat is schoon hoor. Ja, schoon? Oké. Okay. Ja. Oké, ik ga nu parkeren. Zo. Oké, we hebben geweldig hebben stelste status. Geweldig. Oh. Niet zo heel veel XP. Geweldig. Het is niet heel veel hoor. We doen nog één klein ritje. Even kijken, want ik heb nou... Even kijken, we kunnen zelfs een vracht doen van 17.000. Dan ga je van Tsjechië naar Nederland. Stem. Even kijken of we dat nog meer hebben, joh. Van Frankrijk. Even kijken, van Italië kan je nog. Van Nederland naar onder in Duitsland. Europa Park lijkt erop. Nou, we doen nog een kleine vracht dan. Zeg jij het maar. Een kleintje. Van Liegen naar Luxemburg doen? Ja. Of we kunnen ook nog, even kijken. Van Rotterdam naar Felixstowe. Maar dan moeten we weer met de... Ja, die doen we toch gewoon. Oh, dat kan ook, ja. Dan moeten we de pont een keer overheen. Of met de trein, dat is juist leuk. Dan zorg ik nu wel dat ik... Of nee, zorg jij dat jij het geld hebt. Ik heb het bij me. Ja? Ja, we hebben cement. Ik zou weer je portemonnee moeten gaan zoeken. Dus ik zou niet gaan eten uit die cementblokken. Oh nee, dat is niet zo handig, nee. Ik heb mijn eigen boterhammetje bij me. Ik rij op de linkerbaan. Als je iemand aanrijdt, hè? Nee, ik ga mijn best doen. Dit was echt een... Ik weet niet of jullie het zagen, maar dit was echt... Shun. Ik kreeg echt die vrachtwagen onder de knie een beetje. Ik ga eens kijken, hoor. Als je iemand plat rijdt en ze halen mij achteruit die bak, dan zeg ik gewoon dat je me ontvoerd hebt. Ik hoor er niet bij. Lekker makkelijk ben jij, zeg. Ja, maar kijk, dan schuif ik alles naar jou toe en dan ga ik vrij uit. Dat is wel slim, ja. Het spijt me dat het weer donker is. Donker? Ja, hier zo. Oh. Ja, hierachter niet bij mij, hoor. Zit je er weer in, ja? Ik heb nou wel nagedacht. Ik heb nou een lampje bij me. Ja? En een kussen. Ook nog weer. Nou, we zijn er binnen een uur, hoor. Oh, 10 uur, sorry. Maar dan kom... Zo. Krone, we transporteren Sukom. Sukom. Welkom. Ja, dat staat er op die vrachtwagen. Oh. Voor mijn giegel. Gezellig. Ja, ik ga hem passeren, want... Ik ga hem passeren. Maar misschien moet je hem even passeren. Want hij rijdt echt weer als een zondagsrijder. Staat mijn rem? Ik moet hier ook naar rechts. Ik zou zeggen, maak een bocht naar rechts. Ik heb het gelijk gedaan. Zo, we gaan over het gras heen. Oh god. Zo, we zijn weer op de weg. Ik vind het zo mooi, die lichtjes op mijn stuur, die ook licht geven. Nou, dat is ook echt niet de functie van een lichtje. Nee, maar gewoon die knopjes, die geven zo'n mooi licht in het donker hier. Ik heb hier mijn... Oké. Oh, verkeerde knop. Kijk, hier mijn dashboard en zo. Het is best wel gaaf gedaan met die details, joh. Weet je waarom staat... weet je waarom er staat... 10 uur, omdat het natuurlijk van Engeland met die bootreis duurt natuurlijk een paar uur. Dat kleine stukje kan natuurlijk nooit 10 uur duren. Oh, we gaan met de boot? Dat weet ik niet. Oké, ja. Dat is een verrassing, een beetje voor de kijker en voor ons. Oké. Want... Oh, het is donker en hier buiten is het ook donker, joh. Ja, logisch. Het is allemaal live, jongens. Allemaal live. Allemaal live. Live is live.
Ta-ta-ta-ta-ta. Zal ik Blobulette even bellen op mijn mobiel? Die zit in België. Ik ben dat kan je wel doen, ja. Zullen we dat eens doen dan? Bel hem even. Ik ga hem bellen, kijk of hij opneemt. Waar is mijn telefoon? Verdomme. In mijn zak? Nee. Shit. In je dashboardkastje. Oh ja, wacht. Ik heb hier handsfree, joh. Wacht, ik bel hem. Oh, ik moet in de gaten houden dit. Wacht even. Oh, remmen. Oh, die was bijna raak. Oké, okay, hij gaat nu over bij hem, hoop ik. Dennis, hè? Heet hij toch? Ja. Neem op, Dennis. Hij neemt niet op, volgens mij. De persoon die je probeert te bellen is op het moment niet bereikbaar. Leef iets in na de piep. Piep! Oh, we zijn aangekomen. Ik denk dat ik hier haast geen verbinding mee heb, denk ik, met de telefoon. Nu al niet meer. Ik zit al bijna in Engeland natuurlijk. Oké, hier moeten we naar links. En er staat wel een ankertje, dus het kan of met de trein zijn, of met de boot. Ik denk de boot. Hoe ik de weg nu zie. Even kijken hoor. Nou, er staat hier een parkeerplaats. Oké, ik denk dat dit een... ik denk dat dit bij de boot is. Ja. Grappig, joh. Oké, we enteren. En we gaan naar, even kijken, dichtstbijzijnd, dat is Harwich. €960. Dat is €960. Dat is ook veel. Oké, het is gelijk licht. We zijn natuurlijk een paar uur verder. En we gaan gelijk verder. En we zitten gelijk in Engeland. En dat betekent dat we twee keer in Engeland, hé, Gio? Dat is nou mijn tweede keer dan... Ja, joh. Het loopt nou gewoon op. Ik hoop dat je volgende keer weer mee gaat, joh. Het is hartstikke gezellig zo, joh, met elkaar. Toch wel? Ja, tuurlijk. Oké. Ja, nee, omdat ik helemaal achterin zit. Eet je heel veel ijs? Nou, ik heb helemaal niet zo heel veel gegeten. Nee. Je buik is vanzelf... Je hebt het gezien. Ja, oké. Nog maar één bakje. Eén bakje, ja. Maar dat is wel een grote bak, hoor. Nou. Valt reuze mee. Vatzige? Heb je jezelf wel eens gezien? Oh, ik kan dat niet eten nu. Nee, nu niet. Je bent dan rijden jij. Ik ga lekker chocomel aan. Ja, ik mag hier maar 30 km per uur, joh. Dus het duurt eventjes. Hoe vandaar dat we zo lang gaan gaan? Gewoon in één aflevering 3 tripjes. Dat is echt bizar, joh. Dan mogen wij wel zien als weer een record, joh. Een record? Wat ben je er al bijna dan? Nog een uur en 23 minuten. Oh, dat schiet erop. Ja, dat schiet op. Maar ik mag hier maar 30. Dus ik heb het gevoel dat het hier wat langer gaat duren, zeg maar. 50. Kijk, nu mogen we wat harder. Maar nog niet heel hard. Maar die cementtruck gaat best wel hard nog, dat ding, joh. Oh ja, ik merk er niet zoveel van. Ik zit eigenlijk best lekker hier. Het is warm, joh. Is het koel in die cementtruck? Ja, nee. Hè? Nee, echt niet. Ook niet? Hier is het ook niet te hard, joh. Ik heb het echt serieus warm. Bloedheid. Nou, ik probeer zo snel mogelijk te zijn. Ik moet weer naar buiten. Zal ik Sam bellen anders nog even, voor de gein? Oh, dat kan je ook nog proberen, ja. Ik ga Sam bellen, wacht even. Misschien dat hij opneemt. Oh, shit. Oké, hij gaat nu over. Hopelijk dat hij opneemt. Sam, neem op. Nee, voor mij is hij er niet. Hoor ik wat? Nasje. Ja, probeer Dennis dan nog een keer te bellen. Ja, is goed. Sam, neem je op. Wacht even. Net kregen we zijn voicemail. Ja, ik zal eens kijken. Zo, hij gaat nu over. Oké. Hallo. Hoi. Hey, Dennis. Ja, hallo. Ik ben net friet aan het eten. Friet? Ja, dat zal het niet anders. Dat zal weer niet. Ik heb nog wel wat achterin voor je. Dan mag je bij je friet stoppen. Lekker cement. Lekker. Ja, dat is wel lekker. Beetje knapperig. Ja, goed voor de tanden. Goed voor de tanden. Nou, het is, moet mijn Gio vragen, het is voor mij zacht cement hoor. Het valt mee.
Oké, dan is het wel goed, ja. Dan kan ik mijn friet in doppen. Ja, doppen. Hoe is het? Ja, goed hoor. Oh, we are calling from England. Oh, oh. Yes. I don't can understand that. Oh, Gio, maybe you speak better. Nou, I don't know, maar if you don't have een buitenlands abonnement, then you're gonna pay lots of money. Oh shit! Dennis, ik hou het kort. Heb je nog wat te melden? Kost geld. Oh shit. nee, dan niet. Ik ben niet zo'n rijke burger. Nee, maar ik betaal. Dat betaal ik toch nu, die kosten, of niet? Of hij ook? Oh, maar dat is niet erg. Nee, maar. Ik heb niet zoveel geld op mijn telefoon. Ja, wat? Je verdient toch veel met die vrachtwagens. Mooi. Ja, ik moet heel veel delen met Gio. En die eet ja, heel veel die vracht eet, leeg. Ja, die eet alles op. Het was alleen het ijs. Ja, en sauzen. Oh, saus. Nee, die, dat kan ik nog gebruiken. Niet. Nou, maar voor wie kost het nou geld dan? Voor mij dan? Voor jou denk, toch? Voor hem ja, toch ook dan? Omdat hij het ontvangt, toch? Maar jij bent toch degene die belt? Oké, okay. Doei Dennis! Ja, doei! Doei! Wauw, dat is leuk. Ja, dat is wel even gezellig. Jammer voor de kosten. Nou ja, wat hij zegt, ik heb nou alweer wat verdiend. Maar deze ja, vracht is minder hoor. Ja? Ja, verdien niet zoveel aan. Ik moet die lange vrachten doen. Vind mijn baas veel leuker, joh. Dat vind jij zeker ook veel leuker voor je bankrekening. Ja, dat is... Nou ja, ik probeer die vrachtwagen te zoeken, hè. Ja, oké. Okay. Ik heb ongeluk schade gericht. Oh, nee. 4% maar. Auw. Kom door die felle oranje wagen voor. Maar die daar gaan we niet fel. Dood van. Ja, maar die oranje wagen is super fel. Ik kan dat gewoon verblindend voor mijn ogen. Ik kan niks aan doen. Dat is gewoon die stomme wagen voor mijn neus. Oké, ik mag hier 60. Ik zal wat gas geven. Oh, ik heb jeuk. Dat is zo vreselijk als je zit te rijden. Oh. Zo, ja. Heb je dat niet? Vooral onder mijn poot, joh. Oh ja, ik moet het gaspedaal wel goed indrukken, hè? Als je jeuk onder je voet hebt, dan ga je toch een beetje over dat gaspedaal heen ja, lopen wrijven. Wel, oh ja, oh, wacht even. Misschien dat werkt. Dat is lekker. Zie ik wel eens goede ideeën. Want dat is lekker stug. En die randjes, oeh, dat is lekker, joh. Zo. Je zo helemaal langs kratsen. Kratsen. Nou, we zijn er bijna, Gio. Nog 7 minuutjes en dan arriveren we bij je bestemming. En dan kunnen wij... Ik trakteer jou op poffertjes. Yes. Zo ben ik. Poffertjes. Felix Stowe ontdekt. We hebben een nieuwe plaats ontdekt op de map. Oh. Maar die plaatsen zal nog veel meer worden als ik natuurlijk vrij kan rijden als mijn eigen vrachtwagentje heb. Dat is waar. Kan je gewoon lekker rond gaan rijden. Want ik had iemand gehoord die was level 50 of zo. Ik dacht, wat? What? Die heeft gewoon echt gewoon al meer dan 100, 200 uur op de weg gezeten gewoon. Zo. Dat is echt bizar, man. Dat is wel nice. Maar wij hebben ook al veel geld verdiend, hoor. Ik zweer het je. Snelheidsboete. Ah. Echt, ik zeg jongen. Het nog, ja. Let op de borden. Ik, het wordt je niet duidelijk aangegeven, Gio. Je rijdt gewoon te hard, jij. Ja, maar ik wil naar huis. Ik heb het gehad vandaag. Lange dag weer, 3 vrachten gedaan. Op 1 dag. Ik werk gewoon over nu. We zijn wel een heel mooi plaatje, hoor, hé. Leuke havengebied dat hier. Dat is dan weer wel een voordeel. Ja, moet je kijken hoe leuk, joh. Oh, jij kan weer niks zien natuurlijk. Nee, ik kan niks zien. GoPro, ik heb de GoPro aan nog. Oké, we gaan hier naar rechts. Dadelijk. Wachten jullie, wachten! Goed zo. Oh. Ja, die man wil wel eerder gaan. Oh, die wou weer voor. Oké, we zijn er bijna. Dadelijk naar links en dan zitten we op het havengebied. En dan kunnen we cement afleveren aan het bedrijf die het nodig heeft. Of misschien nog verder aflevert, dat weet ik niet. Oké, we gaan hier naar links. UPS staat er ook op de bord, hè? Leuk, hè? Nice. Ja, we zijn er, Gio. Eindelijk. High five. Ja. Yeah. Yeah. Mag eindelijk weer eruit. Ja, je mag eruit weer. Ik ga je trakteren, jongen. Ah, en dan bedank ik jou voor het meegaan. In die 3 afleveringen. We hebben trouwens
Level 6. En we hebben al 4663 kilometer afgelegd in totaal. Kijk. Dat is vet. Voortgang. Dat zijn de aantallen. Even kijken hoor. Oh, zo zie je wanneer ik heb gereden, joh. Roomijs. Oh, vet. Oké, tof. Nou, dat komt goed, toch? Zeker. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze aflevering. En tot de volgende keer dat we weer op de weg gaan met een nog langere vracht. Dus het wordt echt heel vet. Doei, doei! Doei!